Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Alle smaken, Thermé 2000, New Energy Systems, Tetru, Bohaco, Volta Limburg en Carvitaal. Goedenavond, dit is het Jos Hessels paviljoen in Echt. 7000 man, hij binnen. Duizenden voor de televisie, voor de radio en online. Met één grote centrale vraag. Wie wint u het 44ste LVK ofwel de Bertha Paulussen trofee? Dit trofee had het ganse jaar in halen gestangen bij de winnaars van vorig jaar bij Hondervel. En we hadden het even met zijn kort gesloten. Joh, ze willen hem echt wel teruggeven, zodat hij strak door de nieuwe winnaar kent, de 44ste. Ook op begeleiding doen ze dat, van het winnende liedje van vorig jaar. Hij is vurig Hondervel. En groeten uit de vierstand. Groeten uit de vierstand. Groeten vol gas alles geven. De wunsch op een leven. Gelukkig zijn we bed. Vier dag lang aan het bed. Groeten uit de vierstand. Zeker weten uiteraard, stuur ze vast de lof is als ik kan. Heb je goede, goede vierster, goede volgers alles geven ten. De goede voor het leven ten, gelukkig zijn we met, die dag lang aan het bevet. Goede, goede vierster, goede iedereen de kind zijn ten. Je bent er uiteraard. Vuur zijn vast de lommen als ik kan. Heb de goede, goede vierstem. Goede volgers alles geven ten. De vruntje voor het leven ten. Gelukkig steek in bed. Vier dagen lang aan het buffet. Goede, goede vierstem. Goede iedereen de kind zijn ten. Ik ga niet meer te winnen. We're
winnaars van 2010, Hondervel. Nu is het 2020 en het moet anders. Coldplay, vlug naar meer, willen niet meer toeren. Ajax geeft met de trein nog een uitwedstrijd in de Champions League. En ook bij het LVK moet het Kiek hem stampen, kiek hem stampen. Gans vanuit de tuinschoort. En het deed ping, want ja, hij is eigenlijk in de daler. En er moet dadelijk ook nog een stukje bergop. Dit is de 44ste finale van het LVK. En hij is bezig aan zijn eindsprint om ug mee durch deze oven te nemen. Lodde Guren voor de presentator van vanovend. Dit is Henk Hover. Hè? Dat is toch een stuk muur fietsen dat ik in eerste instantie gedacht heb. Dames en heren, van harte welkom in deze mooie zaal. Welkom in het smalste stukje Nederland. Welkom in mijn eigen echt. Daar ben ik gruwens op. Daar hebben we hier allemaal met 6.000, 7.000 man zijn. Om er een prachtige avond van te maken. Hondervel, had je dat van geklapt al? Het geit om het leedje, dames en heren. Heb je geklapt voor de makers? Bas Keltjes, Bart Storkje. Ik ben het gans boete om. Fitsen. Ja. Dames en heren, het LVK wordt georganiseerd door de Stichting LVK. Hunne voorzitter, Joep van Bucht. Joep, ik heb hem al gezien. De prachtige Bertha Paulussen trofee, maar dat moet truc, hè? Ja, het is een wisselbeker, dus hij moet weer uitgedeeld worden aan degene die vanavond van die 20 artiesten de hoogste hier gaat weghalen. Maar we hebben wel een herinnering die ze met kunnen nemen. En dat is een mooie plaquette? Ja, dat is een mooie plaquette van Appie Drilsma. En iedere winnaar kreeg dat als herinnering aan het feit dat het belangrijkste heeft gewonnen, namelijk winnaar van de LVK. We gaan de wisseltruc doen. De trofee mocht naar meneer Verbucht. Ja, de voorste zegt ja, Bart zegt nee. Ik vind het een mooie touche, jongens. Een mooie touche, toch? Ik verstond het niet, sorry. Het is een mooie ruil, toch? Het is een geweldige ruil, het is een eeuwig aandenken. Maar we willen de beker, is het niet dit jaar? Pak hem nog een ander jaar terug. Goed zo, dat is de spirit, dames en heren. Want niet meedoen is belangrijk, maar winnen is belangrijk. Henk, wat zegt ze nu? Het gaat niet om het winnen. Het gaat om het meedoen als ze hier thuis op deze bühne. Als ze een van die artiesten bussen boven, dan bussen nu al een held volgens mij. Klapt dat voor? Goed, Joep, Bertha stuit netjes op de plek. Die kick toe naar die 20 optreiders. Dus dat ga je wel goed komen. Heren van Hondervel, om een groot applaus mogen hier af. Dames en heren, bestuur van de Stichting LVK, die gaan ook af. En dan kunnen we langzaam maar zeker gewoon beginnen. Eens kieken of verkennen kieken op het artiestendek, waar hem daar allemaal zit. Ik huur al, ze gaan al gaan aftekenen. Hey, dat zijn de mannen van Grote Koer. Support van Grote Koer hier. Uit Halen, uit Meer, uit Putbroek, uit Zesteren, uit Moorvoort, IJsselstein, Grubbevorst, Maastricht. Er zijn er ook mensen uit Echi, uit Pij, van het Hengen, Scheilberg. Goed. Dames en heren, we gaan strakkes stemmen. Ja, en ook al die andere plaatsen. Helje, Guttekoven, Graashoek, Sint-Juas. Ook allemaal. Beek, Zittert. Goed zo, ja, ze lief. Oh, Neil, sorry. We gaan strakkes stemmen. Dat gaan we nu nog niet doen. Dat gaan we strakkes doen. We hebben strakkes, gaan we aftellen. En dat is nog lang niet. Dat is pas nog een leedje 20. Nu nog niet sms'en. Voor de lu toes, de info stuit onderaan in beeld. En voor de lu hier in de zaal, die weten er waarom, ik ga toch nog een keer zeggen. SMS, strakkes, LVK, spatie en dan het nummer van Euge favoriet. En een hartstochtelijke oproep van mij. Stem op het leukste liedje. Gaan we dat doen allemaal? Ik weer nee en ja, oké. Goed. We hebben de beker ingeleverd. We hebben alle plichtplegingen gedaan.
We hebben Ruud Kleine al gehuurd erboven. Dan is nog maar één ding wat ik hier wil. En dat is beginnen. Wij willen ook beginnen. Dames en heren, het 44e LVK gaat nu van start. Veel plezier. En van grondraam beginnen. Hij is gezond met 18 maanden, maar in gedanken met 19 maanden. Helaas krogen ze verlees te verwerken, want de oud-prins, oud-voors en ierenlid van de Graasveerders, Frits Gommans, de storf. Helaas, vorig jaar. Maar uit dat vervelende feit kent ze in levensles horen. En dat ook leedjesmaker Joop van Hoofd dan nog. De les is, geniet, leef in het moment, maak dich niet druk. Ofwel, wacht niet op later. En dat is meteen de titel van leedje nummer 1 van deze 44e LVK-finale. Ze gaan eraan beginnen, ze gaan aftrappen. De prins en oud-prinsen van de Graashoog met wacht niet op later. Vaste klant in een LVK-finale, want al voor de zevende keer hing er reden bij. Katja Hens uit hier. En aan een beetje publiek is het wel gewend, want het steekt al jaren voor de klas.
Kennet dit schoolklas met 7000 vastelovend gekken. Och, Lotte Loesteren naar juffrouw Katja. Dat is de grote vraag. Patrick Jaspers maakt het ouderwets, traditioneel en enigszins gedurfd Welske. Leedje nummer 2, kunt u het voor me streeg. Hij is Katja Hens en niet zonder dieg. Zeg dan ook, veel vieren vastelovend samen. Om te genieten van het leven, soms alleen of met iedereen. En af en toe een goeie te geven, goed uitgepakt, intiem en heel klein. Zo wordt het alleen, alleen hij begrepen, nergens anders vul ik mich toes, tot ik als kind dat hij mocht beleven, vond ik fantastisch, prachtig en schoon. Veer zien daar nog niet de eerste, de beste, veer blinken uit in al wat veer doen. Veer komen als eerste en gewoon als laatste, al hoe verkropend, het maakt niet zo goed. Kom, sta op de steun of dans op de tafels, hang aan de lamp tot die het begint. Want dus de vriendschap is onbetaalbaar, voor geen miljoen wil ik zonder dich. Kom, sta op de steun of dans op de tafels, hang aan de lamp tot die het begint. Want dus de vriendschap is onbetaalbaar, voor geen miljoen wil ik zonder dich. Als zuste de vogel of zuste neven, rollen de tranen van lijden of geluk. Zo langste het beste maar hups gegeven, zag dan buffet al heel snel de druk. Trek de boet met trom of met truiten, als het weer tijd is om het te doen. Het leven draait niet altijd om duiten, maar te genieten van al dat shoes. Nu zal ik die lui iets vergeten, die is leren houden van dit stukje land. Zien weer dan oets, een baard al verdrietig, ras op een show, vertrouw op mijn hand. Kom, sta op de steun of dans op de tafels, hang aan de lamp tot die het begint. Want dus de vriendschap is onbetaalbaar, voor geen miljoen wil ik zonder die. Kom, sta op de steun of dans op de tafels, hang aan de lamp tot die het begint. Want dus de vriendschap is onbetaalbaar, voor geen miljoen wil ik zonder die. Dus blijf maar genieten totdat het hier is. Strooi met confetti bij al wat ze deed. De misliefde moet totdat ze het kwijt is. Geniet van het leven zolang ze besteedt. Kom, sta op de steun of dans op de tafels. Hang aan de lamp tot die het begint. Want dus een vriendschap is onbetaalbaar. Voor een miljoen wil ik zonder die. Kom, sta op de steun of dans op de tafels, hang aan de lamp tot die het begint. Want dus een vriendschap is onbetaalbaar. Voor een miljoen wil ik zonder die. Voor een miljoen wil ik zonder die. Voor een miljoen wil ik zonder die. Dank je! Ja, goed gesjongeld, Joepie, LVK-mascotte. Dankjewel, Git Goot, hè. Als het warm.
Ik ga me voorstellen, Het jeugdcarnaval is veel waard, want er kan aan het eind van de rit zomaar een LVK-finalist uit vuur komen. Het begroet met een parodie-act, er komen deelnames aan de Horster Leedjesovend en 3 jaar geleden worden er in zijn plaats in de halve finale van het LVK. Maar ja, nu is het nog een stapje hoger voor het leedje van Willem van de Munkhof en Bart van der Sterren. Wat geeft het u weer van Horst? Het is hartstikke spannend. Hij is finalist nummer 3. Het leedje, het Lord het los uit Horst. Dit zijn Frank en de Sterren. Drukke levens waren gespoord van heer Noldor. Kijk waar de mohin gebeurt en denk dan rustig nog. Leef voor vandaag, stond even stil op zielen diep. Vier de vaste oven nou, zonder vrede later spiet. Never hier, never hier, voor de wederder alleen maar. Vervul is er een voor, maar voor ons is er een bied. Lorde los, kom met mij vier het leven, Lorde hiele mogen. Giep het vast, geef maar door, tot mijn leven, vier wies de leste lang. Want als je dit goed vasthoudt, dan werd er dit, is echt van ons. Als vaste loven door rood vast het lotte, alles even los. Maak o eigen keus, het wat je het liefste doet voor op. Rij het maar eens een. Leef het leven op de kop. Hallo lach maar uit de lijn en leg ook ze maar in de kast. Loop vast een oven en nou los en haal dat deze dag goed vast. Never in, never in, vullen we dat het alleen maar heer bestiert. Vervul is er een voor, maar voor ons is er een bier. Schrijf maar door op de leven, vier wieste lessen om. Want als geen dit goed vasthoudt, dan werd er dit, is echt van ons. Als vast een open doek goed vast, het loopt er alles even los. Loor het los, loor het los, het is tijd om de wereld te gaan. Loor het los, loor het los, we zien al onderweg. Want samen kunnen we hier gedoe. Lorde los, kom met mij vier het leven. Lorde hiele mogen. Griep het vast, geef maar door op de leven. Vier wies de leste. Is echt van ons. Als vast de loven doet goed vast het lotte, alles even los. Als vast de loven doet goed vast het en de juf zo in de test het lotte, alles even los. Ja, bouw 20 jaar terug ontstond vaste lovensgroep Rempetemp van Oud de voetbalclub Austro. Maar omdat vaste lovend eigenlijk net zo leuk is wie voetballen, komen ze optocht te lopen en nog het later ook leedjes maken. Nu in 2020 vongen leedjesmakers Roger Pissels en Julie Droeghaag
dat het liedje wel een beetje een country gevoel houdt. En dus moest country cafébaas Jan van Kep meedoen. Die wordt gauw overgehaald en dus is het spel compleet nu hij op de bühne in Ech. Liedje nummer 4 van deze finale kunt uit Austro en een beetje uit Oerspik. Rampetem samen met Jan van Kep en vergeet niet te leven. Ik loop door een steekje, de avond wordt vet. Daar brandt nog een leekje, daar rijk nog in bed. Ik weet ik moet weer, maar toch blijf ik staan. Het lukt keer, niet op poes aan te gaan. Als de deur open gaat, kijk ik in die ogen. Als de nacht open gaat, zing ik een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag wordt geluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. De muziek is gewoon liggen, de lamp is gewoon aan. De hoofdstukjes te zingen, vier gewoon niet vandaan. De deur toegemaakt, met tegen in hem. Het vries door het kraak, maar toch houdt hij ons warm. Deur open geeft, kijk ik in die ogen. Als de nacht slapen geeft, zijn wir een keer met. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond een dag weer gepluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, de leven geluk. Vergeet even alles en vuur ze het wit. Blijf ze van alles, wat ze nooit meer vergeet. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanmorgen, vandaag wordt gepluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond de dag wordt gepluk. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak vast te loven, een leven geluk. Vaste loven vieren dat deze op straat met echte live muziek. Dat is het credo van Hermanie Miserabel uit Heerle, opgericht in 1979. En ze zetten dat credo kracht bij met hun eigen Miserabel in een Gertske in Heerle op vaste loven zondag gewoon boete. En dat geeft al voorzichtig richting polsbandjesachtige status. Het is een serieus onderdeel geworden dus van de Heerlese poppenkast en alles. En zo zien ze vast lopen door. Het is eigenlijk maar een beetje poppenkast, zo wie het ganse leven. Bart Storke en Emil Sarkovic maakten het leedje. Finalist nummer 5 in de 44e LVK-finale. Uit Heerle, Hermanie Miserabel met Bart en Emil en poppenkast. Hey Bartje, Emil, wat een de poppenkast. Kom in die herman die vast. Gekke zorgen lakken, boeren vast en lopen, zwiets, wie doet. Daar is het poppenkastje open.
school zich geen poppenkast kunt doen. Bij Tommeloe. Je benen op een lamp en gewoon weer aan. Beginnen. De bonte stoet begint van vuur af aan. Deze dag is van ons en de boskennen. Weer af, hala, kopa. Onder de carnaval is en de zing en alles. Wat een de bal op de kast, dan kun je er ook niet vast. Gek is horen lang met boeren vast. De lopen spits, wie boeren, twee dagen is een poppenkastje open. Open. Maar als school zich geen poppenkastje doen, wat jammer. Staat dit leuk? Is het goed leven? Van de beste knie ieder jaar een juk. Een gans theater op plezier wat samen geven. Veergaas, roeinaas. Onder de carnaval is en weer balles. Zing en alles. Wat een poppenkast. Ik ben niet erg, maar op ik vast. Gekjes worden langer. Vaste loven, spits, figuren, twee dagen is een poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje doet, wat jammer doet. In voorstelling die kent ze zelf van zinnen. Gisteren verliezen of gisteren winnen. Lof God, door de schek die in de wals. Lach het leven toe, dat is het niet applaus. Wat een bal. Kom in die armen op ik vast. Gekjes worden langer, boeren vaste loven, spits, figuren, drie dagen is een poppenkastje open. Maar als school ze geen poppenkastje doen, wat jammer doen, wat een la la la, wat een tra la la la, la 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 la. Vaste loven, spits, figuren, drie dagen is een poppenkastje open. Maar als school zich geen poppenkastje doet, wat jammer doet. Hatsjo, het is zotte. Ja! Wat een poppenkast, kom in die lermen op mijn vast. Kijk eens, wat een lolle met figuren. Oh, zingen! Maar als school zich geen poppenkastje doet. Ja, Harry, Harry, mijn miserabel woordet met de poppenkast. En ze maakt er ook echt een poppenkast van. Trouwens, we zien de trending topic op Twitter, wat het ook voor moest stellen. We hebben de Voice al lang en breed ingehold. Het blieft toes ook vooral Twitter en gebruik de hashtag LVK2020. En steun uw artiesten. Je gaat het niet zitten afzeiken, maar steun uw artiesten. Dat kennen die artiesten gebruiken. Eens even kijken wat we hier aan artiesten hebben. Bjorn. Hoe heb ze Mieke gelaten? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Die is overal een nergens. Die moet ze in de gaten houden. Je zit aan de beurt voor ons, toch? Nee, toch? Ja, weg, nee. Tien. Oh, dat duurt nog even. In de plaspauze. Dit boven vier, volgens mij. Wat hebben we nog hier? Ah, de vak. Oh, spannend. Twee keer geel is rood. Het is richtig spannend. Heb ze ook een groen, of niet? Ja, het is voor binnen te komen, maar die geel en de roze hebben het goed te gaan. Ik begreep het. Goed. We gaan nog even hier naar Katja. Katja is al aan de beurt geweest. Katja, wie hoort het? De bus gaat naar. Ja, ik ben nog helemaal aan het genieten. Echt fantastisch. Wie is de zaal? Fantastisch. Wat een tent, wat een lui, wat een sfeer. Ja, geweldig. Een warm bad? Heerlijk. Goed, samen met Katja in een warm bad geef ik terug aan Ruud Urges hier op dit enorme artiestenpodium. Ja, zeker. Oud-prinsen van de Zoutmalen, die had nog wel een chic pak hangen. En wanneer ze dan samen gaan zingen, deze richt dat pak aan en wisten gewoon men in pek. Niet alleen ervaring als prins Hansen, ook op het LVK worden ze al eerder te zien. Quirin van Halen en Job van Hoofd, de leedjesmakers, die vingen dat het nu, hu, op dit moment moet gebeuren. Gisteren en morgen zijn van secundair belang. Finalist nummer 6 en leedje nummer 6 van deze avond. Vuur Stramprooi, het Zoutmalenriek, men in pek zijn dit. En tussen gisteren en morgen.
gaan er niet tot veel op los. Wij je wie zijn heelste wind, jij wijt wel met mij ons. En het is nu, 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 dat een echte burigheid. Vier het tonnen wijn, de vaste loven ook eens tijd. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek, je hebt gelijk. En ik wacht met alle zeugen. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen gisteren en morgen. Van de eerste morgen zit ik tot het snoeden van het band. Op dit plaats weer het losse zin op dit moment. Gisteren was geweldig en nog maar gebeurde niet. Er was op dus van ons, het is nog chiquerder dan chic. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek. Je hebt gelijk en ik vang met alle zeugen. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek. Leef tussen gisteren en morgen. Leef tussen gisteren en morgen. En straks met een stuk in de kraak. Weet morgen wie vandaag, weet morgen vandaag. Heeft het zijn gisteren en morgen. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek. Heb gelijk en ik uit met alle zorgen. Leef in het doel, leef in het die, geef ik de brand en kiek. Heeft het zijn gisteren en morgen. Misschien nog net in de gaten, maar we zijn eigenlijk allen uit de gas op het jubileumfeest van Spik en Spanhu. Want het is de 11e finale voor de jonge Oetzusteren. En 3 keer gong door Bertha Paulus het trofee al met op HEMA. Ja, echt waar. Hey, Niek Dirks, Jos Wakkers en Jo Huijnen die toveren dit paviljoen even door de klee gemütlich te feken. Was de shower aan shower of boek aan boek in veel gevallen steeds met die echte vrung. Liedje nummer 7 is dit. Vier zusteren, Spik en Span. En vrung tot de allerlaatste run. Acht zusteren. Die had je onder nog een begon schoenkele. Zing maar met, zing maar met. Er zijn 100.000 dingen. Wat vast lovend en weer raak. Maar over één ding wil ik zeggen. Wat is een oor, ach, de zonje heeft gemaakt. Wat stel ik voor, een klinkje vreken. En die vaakjes door, dat zijn mijn vroeg. En deze avond is gebreken aan de preken. Vroeg tot de allerbeste lucht. We gaan zingen! De zon is laat op de ochtend, vanochtend en vannacht. Wat is er vaste lovend, en ons verrek is wel een schat gebracht. Er zijn al 100.000 zinnen, een verblieven kampioenen van de nacht. Dus, ik noem een roei. Van mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen, want op de rest wordt toch wel gewacht. We gaan schoenen! En als het glas op de avond, vanavond en vannacht. Want deze vette vaste lovend heeft ons verrekkers van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, heb ik met 4 woordjes gezegd. We zijn vriend. Tot de allerbeste run. Dus of het gaat op de avond, vanavond en vannacht. Ik ga wel 100.000 keer en nog meer, telkens weer. Op zo'n avond die vanavond gewacht. En
luisteren. De zwarte glaas op de avond, vanavond en vannacht. En laat mij nog in, deze avond beleven, met mijn dreun, tot de allerlaatste leun. De zwarte glaas op de avond, vanavond en vannacht. Vuurde Dreide Kier zijn ze onderweg naar de LVK finale bühne. Tamara en Stef Konings. En ja, het is groeten klingen broer en klingen groeten zus. Of Angersjum, eigenlijk willen we alle nu wel door in de familie. Want ze hand hun leedje zelf gemak. Het liek wel of het talent door tegen de plinten klots. En eindelijk komen ze op moed voor hun eigen dorpje IJsselstein. Dit is leedje nummer 8 van de 44e finale van het LVK. Proef maar, Oet IJsselstein en Urs Latter. Leedjesmakers opgelet, toen Kens Geweuning LVK-finale hoorde, wint ze een lokaal thema in die leedjeduis. Erik Rek en Charles Jeuken togen het met de Cramignon. Dit dans werd toch echt alleen in het stukje Nederland zo onder Maastricht gedanst. En midden in dat gebied wonen Niels en Kai. Kriegen ze de ganse provincie dit jaar in een Cramignon? Dat is de grote vraag. Leedje nummer 9. Voor Oesmorend, vind ik het grootste aan Oosmaland.
Niels en Kai en de vaste lovers Cramignan. Stam weer op de ben, ja la 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 la. Rijd nog groen voor met z'n allen in de Cramignan. De Hermenie die geeft weer op en vier keer achterom. Lieke deugd niet schoen, wie vier is zo mijn schoen. Dit me vaste lovende ste doen. Hey, 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 hey. Loor is effe hier. Zeker goed oesmorgend worden dat de vastelovers Cramignan. Geweldige traditie trouwens. En ze worden de gelegenheid zien. Gewoon in de keer de heren naar de bronk. Is geweldig. Heb ze al getwitterd? Kom ik, of mocht ze van in de baas net hier zijn? Heb ze al getwitterd? Nee, nog niet. Gefacebookt? Nee, nog niet. Geinstagramd? Nee, nog niet. Gesnapchat? Nog niet. Tinder? Nog niet. Dames en heren, als je wel op social media zit, steun uw kandidaten, gebruik de hashtag
LVK 2020. En Lodders, wat bleef? Katja! Katja is al geweest. Katja is al geweest, maar je moet wel stemmen straks. Dat is van het Katja Promo Team. Zeker. Ja, doe het de oproep dan. Allemaal stemmen op nummer 2, Katja Haas! Ja, dat wordt luid en duidelijk. Dankjewel, mijn oor zit nu ook definitief toe. Dames en heren, ik geniet van een geweldig LVK in het smalste stukje Nederland. En ik hoop dat je dat ook doet. De sfeer in de zaal is in ieder geval hartstikke gezellig. Volgens mij gezelliger als hier boven op het artiestendek, Ruud. Nou, mag toch best zien, Henk. Dat gaat prima, hé. Hey, het als ze vastelovend vieren samen, deze is een beetje in open duur. Maar denk ook eens aan de lui die gewoon gans alleen heen zitten. In feite kent ze die gewoon geopholen om ze met te nemen om te vieren. En zo kiet samen toch nog een leukje extra. Dacht de leedjesmakers Roel Gommans, Sjoel Rijbers en Leo Aert. Met die boodschap onder de arm springen Bjorn en Mieke voor de zesde keer op de LVK finalebühne. Oet Venrooy is dit leedje nummer 10. Bjorn en Mieke en Brek de Nacht. En we mogen missingen de gommen. Een briefje op de markt. Zo'n mooi geschreven dag. Ze drie keer lezen bos. Stond gore met meros. Voor mij een willekeur, kent al die en zien geen bestond. We leven in een keer, met vaste hoven net wat meer. Breek de muren er mooi in, breek met alle slechte zin. Breek eruit, vul het mee begin. Is te min, nou leef samen stor en de stilte laten gaan. Kiek mekaar eens af, klinkt de glazen dan. Wie houden ons niet in, kon deur tot twee gebroken zien. Breek de muren er mooi in, breek met alle slechte zin. Breek eruit, vul het mee begin. Vier mannen en zeunt, allebei als solo-artiest actief. Maar niets is leuker dan alle ervaringen on the road gewoon met z'n tweeën te delen. Andy en Roy gooien de vorig jaar hoge ogen op het LVK met Plek de Wiesels vast. En misschien nog wel een schönere prijs. Dat leedje wordt het ganse seizoen in de ganse provincie te huren. En Frans Hermans, de leedjesmaker, bemerkt bij zichzelf en Lu om hem heen een soort van virus dat nu weer gaat heersen. En ja, dat huurt op mij, wens ze Limburger best. Pliek in leedje nummer 11. Ze komen
Oud voor Valkenberg. Hey, St. Andy en Roy met het vaste lovens virus. Alle nu wel eens gehad. Eigenlijk wil ze de boet uit, maar heem hangen ze zich aan de boksenpiep. Wie kreeg ze dan toch was ze wils? Met dat thema gong leedjesmaker Bas Geuje aan de slag voor het trio die begonnen te zingen als prinselijk trio in Reuver, zo'n 3 jaar truc. Reuver was het LVK alles te winnen, maar dat is begin deze eeuw weer, lang, lang geleden. Wat giert het vanavond? Dit is leedje nummer 12. Uit Reuver, de met het is rot, maar ik mot. Het schiet niet maar het mot weg, de pleegruw en de langt word ik met jou. Dus ik kon de reine drinken, want als in de rein zo denken, ik gewoon niet nou, dan baas dan in mijn stoel. Dus schuif me trek als ik zeg dat ik het echt niet trek. Ik gewoon niet voor de joeks, maar echt alleen hoe pleegs besef. Hey, hey, hey.
echt niet meer een vieste en een vieste nu. In Golden ben ik echt een eurofoonscultuur. De plicht die leuk, ik word mijn pedagoog. Zo werd die traditie al geniet, sipitie via wie bestoot. Om die dag te verzaken, of om die dagen rundje af te slom. Als ik toch mij zou beginnen, dan was het zeker binnen. De kosten kieren met het vies genoom. Dan is het door en zierlijk woord, het is gebuur een feit. Dus schuif het mee, ik zeg het ik, dat niet gewoon echt niet kijk. Het is vol, maar ik vol. En de vierste huur. Ik kom een leiding echt een geur als volkscultuur. De berichtje ruik ik op mijn vriendagoon. Zodat die traditie lagen niet sipitie wie er niet bestond. Nu snap ze dus ik rot en horen mij toch vol. Dit is de aller zoetste mond van alle. In 2003 begonnen gans in het wit en toen hoosten ze dan ook niet uit witem. En ze togen gewoon netjes met ander leedjes offend, even een stukje confetti weggooien, inhalen en zo huurt dat. Inmiddels alweer joren in het roert, veel ervaring op de LVK-buur, bijna gidderjoren leuk leedje en vorig jaar eindelijk de bekroening met een nummer 1 in het LVK. De troek is dus straaf, ze kennen gans los. Dit is Hondervel, uit Haarlem, leedje nummer 13, de proostende provincie. In de proostende provincie zijn de nachten vol en lang. Zijn de nachten proosten vloerplek aangeschoten van de drang. En ben proosten wel weer. Einde, dat is lang geleden, proost. Op proosten zongen reën, proost. Het bulken van de tap kan jij dan een stuk op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even.
deur, doet hij wel zes keer. Ik ga naar hoes, noem ik mijn vuur, maar zijn proosten mij steeds weer. De ik hooi van dicht dat letse proost, en vijf keer echt de letse proost. De bulkje van de tap kan ik nog altijd op en neer. Nog even, nog even, nog even, nog even. De kloppen nummer 1 van vorig jaar natuurlijk. Hondenvel wordt dat met de proost in de provincie. Ik ga toch eens kijken wat dat is met dat water in IJsselstein. Tamara, wat is dat met dat water in IJsselstein? Dat hier allemaal zo muzikaal zit, hoor. Dat smaakt gewoon goed. Het is niet alleen Geer met z'n tweeën, hè? Nee, er zit van alles in IJsselstein. Ja, wat dan? Ja, Stef, wat dan? Wat er in IJsselstein zit? Ja, maar omdat hier allemaal zo muzikaal zit. Ja, goede grond, denk ik. Dat is helder. Ja, dat weet ik. Maar veel keeper, verkes, maar ook goede grond, denk ik. Oh, Panningen, zegt de regisseur. Dankjewel. Fijn dat je immers in mijn wacht kan. Gerzind Gewijs, woord gaat op de bühne of veel tijgen? Het was fantastisch. Nog nooit metgemaakt dit. Oké. Koester dat. Maar we hebben er nog iets gebeuren. Kom, we gaan door. Daar allemaal, de mannen van Hermanie Miserabel, hebben altijd heel veel plaats in beslag. Ik ga naar de meneer erachter. De meneer erachter. Jan van Kep. Goeiedag. Kent ze het zeggen over de kwaliteit van de tappen en de bedieningen hier? Ja, dat is geweldig. Ja? Geweldig. Want je hebt zelf een café, hè? En ik heb pas 50 jaar. Kent ze het met wat voor punt beoordeelt ze het? Het is geweldig. Een hele leuke, charmante bediening. Heel mooi. Alles erom en eraan. Te gek. Ja, en als je door Jan bediend wilt werden, dan moet je naar Oostrog gewoon naar Country Home Jan van Kep en dan bedient terug zelf. Mocht je geen reclame maken? Oh nee, ik mocht geen reclame maken, pot voor 3 dubbeltjes. Wie gaat het met de mannen van Miserabel? Wie zou ze denken? Ja, slecht? Nee. Nee, goed? Goed. Geniet, hè? Volop. Hey, en wat heb je erop ingezet? In de bus, wat hebben ze tegen u gezegd? Welke plaats moet je minimaal halen? Veel zin in de bus gestapt om plezier te maken. Punt. Is dat alles? Dat is alles. Dat is wel de goede spirit, hoor. Ja, joh, dank u wel. Goed. Toch, ik heb net gezegd, op het artiesten denken ze misschien niet zo gezellig in de zaal. Maar begin een klein beetje te twijfelen, Ruud. Ik begin een klein beetje te twijfelen. Twijfel is de voedingsbodem voor alle verroetgang, dat scheelt, Henk. Hij verhoren ze Joren Vief kwiet in de LVK-finale, maar gelukkig kennen we collectief weer aan boord stappen van de Vasselovens Luchtvaartmaatschappij. Alaaf Airlines die hun leedjes zelf maken op 11 kilometer hoogte. Het geeft u voor stress, want is AliExpress op tijd voor de Vasselovens. Kent ze die outfit nog compleet maken? Dit is leedje nummer 14. Alaaf Airlines doet helden met Duit Ali het Express. Hebben we weer.
Als kind wordt Dwayne Horberg al behoorlijk succesvol als schlagerzanger in Duitsland. Maar wie de stem brok, brok ook het idee durf om eggenschep met de vastelovend te doen. Springlevend wordt gauw geboren. Even later komt Sianne Vissers door waarbij via een talentenjacht. En die kennen we nog van Sieke en de Bubs, het meidengroepje. Hurry groeten drumkunt vanover doet met een plaats in de echte groeten LVK-finale. Leedje nummer 15 is gemaakt door Dwayne Horberg zelf. Hij is springlevend uit Gulpen met Doorgaan. Parkeert nog even
zie je tot het noorden. Stijgt nu elk vaste loof is hard in brand. Man, wat horen de fans vorige week in Montfort. Wie La Bamba hoort dat ze durig worden naar de finale. Ik ben als verslaggever nog nooit zo duks geputjes durig Manslu. En nog immer een beetje verkouden of haar. Ron en Harold, dankjewel daarvoor. De winnaars van het LVK in 2013 zijn vroeger dat ze in Limburg zijn geboren. Wat met Koetje, Siele, Hansen gaan niet zoveel. Het is het moment voor de jongens uit La Bamba. Ron Roemen, Marijke Gijs en Mark Mullekom maakten het leedje. Leedje nummer 16 is dat. La Bamba uit Montfort met Ich bin een vaste lovensgek. Montfort, Jambro, Ich, Limburg, die handjes klappen! Stong een sneek, of in de Jordaan, dan zo'n stoel in Nijedij. Of van Tante Sjaan, schoetje, zielen, vielen, jeppen, fietsen, vessen in de gracht. Maar wie schoon het toch is, eindelijk missen ze de nacht. Hey, dan gaan ze leven hier op de blote knie. Daar is hier geboren, ben en nu vier ik in. Ben zo Limburg als mijn kind, is vast verloving toet de nacht. Het bevand een oven twint, als de rest aan het kussen ruik, zijn weer Limburgers nog fit. Leedjes met een zaak de gie, die nacht die gaat weer met. Ik kan gozen leven hier op het blote knie. Dat ik hier geboren ben en nu vier ik in. Ik ben einde vaste lovens gek, ben het wiet van Roes. Ben het die deeltoes. Ik ben einde vaste lovens gek. Lukt de wekker af, mijn netjes snoes. 3 dagen te laat nog heen. 3 dagen het vaart te klein. 3 dagen op aan het eind. Vaste lovens schenken om de rij. Geboren in getogen niet, dan heb je niets gemist. Vaste loven is het schoonste, het leukste, tofste, fijnste, koelste, lastige, gaafste, fraaiste, gekste, beste, beste. Van je fietsen wat er is. Ik ben einde vaste lovensgek. Ben het wiet van Roes, naar het titetoes. Ik ben einde vaste lovensgek. Op de wekker af, ben dit gesnoes. 3 dagen te laat nog heen. 3 dagen vaart te klein. 3 dagen op aan het eind. Vaste lovens
is gekke dongerij. Drie dagen te laat naar heim, drie dagen het vaart te klein, drie dagen op Amerijn. Vastelom is gekke dongerij, Vastelom is plekken zijn bereid. Het wordt je rond hun eigen hout, held Joost Bieijn. Dank je! Opgronkend de vaste loven, velden de hoop te winnen. Of het nu op Pries voor het beste leedje is, of het lenigste dansmariesje, of het schönste waan. Er is eigenlijk immer wel discussie. Zouden we dan de VAR hoe het voetballen kennen inzetten? Dag leedjesmaker Thij Wessels. Ken van misschien een en ander truc kieken en corrigeren. En moesten dat überhaupt wel winnen? Tweeën zitten je snaken zijn met dit thema onder de arm op weg naar de LVK-buur. Leedje nummer 17, Kumboet Sittard, Jesse en Jesse. En waar is de VAR? Ritme Lutstom in de buurt, maar ik was gewoon maar één minuut. Waar is de VAR met vaste loven? En je ziet dat hij alweer geen wagenboet of weer. Waar is de VAR met vaste loven? Al dat komen, dat is toch eeuwig zin. Veel maar alleen, die is de rug.
Ja, inzending voor Zitter, Jesse en Jesse, geschreven door Thijs Wessels. Hoe is de VAR? Ja, ik denk als er een choreografie-prijs zou zijn bij dit LVK, dan zouden die hier achter met die bloedharte been zeker de prijs winnen. Toch? Hebben ze naar die mannen gekeken met die bloedharte been op het podium? Nee, eigenlijk niet. Echt niet? Nee, echt niet. Wat best ervan? Oh, ik zie het al. Venroy. Venroy. Is het leuk in Venroy? Hartstikke leuk. Een fan van Bjorn en Mieke nemen gaan? Absoluut. Oké, okay, we gaan door. Schieken. Zo'n jeugdprins. 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 Ja, ja, doe ja. Hallo. Mijn bus. Hallo, hallo, hallo. Mijn bus toe. Die wijers. En wat bus de prins van? Roosteren. Van Roosteren, van de Borggraven. Ja. En is dat een leuke club? Ja. En wij beginnen de LVK winnen? Spekers van. Ja, dat is één van de 20 kansen, hebben ze sowieso wel mag kennen en misschien bunt wel in mijn zangers. Jongens, Spiegelspan, hier is een fan van u in ieder geval. Dames en heren, het is ook vooraan in de zaal veel gezelliger als boven op het artiestenterras. Echt niet, Henk. Het is misschien iets spannender, hé, maar het is zeker wel gezellig. Hey, daar stond de boer, had de diekste erpels aan ze wel eens, maar daar had er wel goede grond voor nodig. Ik weet niet of Limburg de lekkerste erpel had, maar op onze grond was wel de vastelovend met alle emoties, met de leefde en herinneringen die erbij huren. Robert Jansen en Mark van Mullekom gingen met dat thema aan de slag en zaten de Breurkes, Loetgaard en René Scherert voor de zesde keer in de finale. Weer het een Kapel VK in Echt. Tiet voor liedje nummer 18. Uitkomend voor Kapel, ofwel Panningen. De Breurkes met goede gronk. Hop. De mensen die komen, hartelijk, van links naar rechts, kom op, allemaal. Hey. Mijn hart klopt voor deze bijzondere plek, man leerde mij liedjes in een schoen dialect. Ik veeg de confetti en op de grond, gooide het hoeg in de loch en dan danste ik rond. Gebeurd en gelachen, vast de loven nog droom. Pas als de zon weer gaat schijnen, wil het leeg goed gedaan. Dit is van ons, dit blijft eeuwig bestaan. Geluk zingt hij rond, mijn hart blijft hij jong. Hij vult ze, dit is goeie grond. Dan zingen we, kom op! Ja, la, la, ja, la, la. Schouwer en schouwer in het midden die veer. Strolende kiekers bij groen en bij plein. Hij zien weer geworteld voor altijd verwongen met hij. Hij zien verhoren gesteven en leefde zo'n storm. Gebukt en gelachen, vast een loven loopt gewoon. Pas als de zon weer gaat schijnen met het leeg goed gedaan. Dit lief eeuwig bestaan. Geluk zingt hij om, wie hert lief hij om. Hij vult ze, dit is goeie grond. Verhoren geschreven en leefde zo'n stom. Gebukt en
Kijk, China, we het niet goed gedaan. Dit is waar ons dit lief hier in bestond. Geluk zingt hij rond, wie heeft lief hij om. Hij wil ze, dit is voor je groot. En dan gaan we nog eindig hier. Hart op, in het midden. En ik ben er op de hand. Ja, la, 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 la. Het begroet zo wie het met veel goede ideeën geeft, gewoon antiek en neer. Lotte voor us een zeemanskoer oprichten. Intussen geeft dat koer al 8 jaar met en maken ze een lange, lange zegentocht langs vooral dameszittingen in gans Limburg. Intussen, dat kent ze met lachen, stond ze wel lekker op alle grote vaste lovensbühnen in Limburg. En nu ook voor de 2e keer hing een ree in de grote finale van het LVK, dis 44e finale. Ze kennen vastelovend vieren wie de beste en ze kennen ook nog een beetje dansen. Dit is liedje nummer 19. Gemak durch Dwayne Horbach, Bas Keltjes. Dit is vuur neer, het grote koer en de laatste hoje. De laatste hoje werd nog even zoet gesteld. Kom, we doen je nog een vier liter bier. De laatste hoje werd nog even zoet gesteld. Alleen nog doorzetten, ze laten tussen niet. We hebben Does gebeld, Does afgemeld en met een heissustum verteld. De laatste hoje werd nog even zoet gesteld. De laatste hoje, 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 hoje. Werd nog even zoet gesteld. Ik strijd oude show en ik vuist in. Ik vermaak dik en vaak dik het leed. Ik hoef het toch dicht naar geluid mee. En nou hoje, daar geef ik je mee. Kom, we doen je nog een vier liter bier. De laatste hoje werd nog even zoet gesteld. Alleen nog doorzit als een af en tussen niet. We hebben Does gebeld, Does afgemeld en met een heissustum verteld. De laatste hoje werd nog even zoet gesteld. De laatste hoje, 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 hoje. Werd nog even zoet gesteld. Ik schonkelde en ik geweldig. Ik hoor toch een toestik nog stop. Ik klop rond, ik merk, ik vertel dit. Al die hoijers die zijn er kus op. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. Kom, we doen je nog een vier liter bier. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. Alleen nog door zitten ze later tussen niet. We hebben Does gebeld, Does afgemeld en met een heissustum verteld. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. De laatste hoije, 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 werd nog even zoet gesteld. Verdriege ons nikkepot, van veel te kastelijnen schoon. Duister de tapkraan op slot, dan trekken wij een gruwel meer op. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. Kom, we doen je nog het nieuwe titel bij. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. Alleen nog door zetten ze laat het als ze niet. We hebben Does gebeld, Does afgemeld en met een heissustum verteld. De laatste hoije werd nog even zoet gesteld. De laatste hoije, 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 werd nog even zoet. Dat is wel verhangmuurig om het aantal finale plaatsen van de geleende te tellen. Ze wonnen in 2017 en ze zijn nu onderweg naar de LVK-buur met een leedje over de anti-held die zich wel overal naar vuren weet te duwen. En ja, de gevolgen die kent ze dan wel gewoon. Jeep, 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 de halve haan, de geet op schiep.
Het liedje is van Maurice Pluijmakers en Jos Gijzen. Het laatste liedje van de 44e LVK-finale. Liedje nummer 20. De geliende Oet Hulsberg met Deen Halve Haan. Dass du Viktorie kriegst, der wird wohl echt nicht schecker werden. Da steht ein Haufen an, der mit der Nase für an, alle beim Alles in der Suppe. Ja, alles in der Snow, so groß wie eine Pau. Der Haufen an, der geht für uns. Prins geworden, maar ik leek me oet. Stond vooraf in de kerk heb laten pronken met mijn schoet. De vaste lovens president, hij vond dat niet zo leuk. Hij zag, ik heb me gauw nog in mijn nieuwe prins gezet. Dass du Viktorie kriegst, der wird wohl echt nicht schecker werden. Da steht ein Haufen an, wer mit der Nase für an, alle beim Alles in der Suppe. Ja, alles in der Knoll, so glücklich wie eine Bau. Der Haufen an, der geht für uns. Wie noch wo, ich schütte Güte auf das Oberlass. Ik schoot het laatste blonke af na alcohol in protest. De schutte schreef de moren, want hier klopt toch haar niks van. Du wärst je bij het zesde man, du bist de bieler. Zo dich in de frietenhoed verfriet met halve haan. Toen keek mich dat stuk blume weer met grote ogen aan. Hij lachte en hij zag met vaste lovend voor de deur. Hou dich nur iedere halve haan de spiegel even vuur. Zeker op het artiestendek, waar het supergezellig is en ook voor de verbroedering. Misschien niet even dek aan je op. Hier zussen een man in pak, samen met een hondervel. Ja, we aan verbroedering. Hier wordt ook samengewerkt volgens mij. Ronald en Karin die gaan samenwerken met Spreng Leven volgens mij. Kent allemaal. Of met Duit Alien Express. Kent allemaal. Dat is op het artiestenterras. Daar is de sfeer. Supergezellig tussen die artiesten. Geen enkel spoortje van concurrentie, hoewel. We gaan dadelijk stemmen, dames en heren. Zal ik het Gwennig een keer uitleggen wie het werkt? Nou, hier jonger in beeldje even de streamer. Dat wil zeggen, Gwen in beeldje als ze toe zit te kijken wat ze allemaal moest doen. Je moet dadelijk sms'en. Eén keer, niet meer en niet minder. Steunt ook uw artiesten via social media, doet dat ook vooral. Want je hebt daar toch niks te doen als je sms hebt.
En ja, ja, laten we het opengooien. Laten we het opengooien. Laten we het gewoon aftellen. Ik stel verder, we beginnen bij nummer 11. Is dat een goed idee? Is dat een goed idee, dames en heren? Ja, we gaan bij 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Dames en heren, vanaf nu mogen stemmen. Alsjeblieft. Maar wie wil een keer per toestel. Als je twee keer stemt, zijn beide stemmen ongeldig. Als je drie keer stemt, zijn alle drie de stemmen ongeldig. Enzovoort, 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 enzovoort. Weer gewoon naar de commissies, naar de boodschappen of naar de reclame. Kent allemaal. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Alle smaken, Terme 2000, New Energy Systems, Tetru, Bohaco, Volta Limburg en Carvitaal.